It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Eigenlijk zijn er maar weinig mensen die echt de stilte kennen, omdat we simpelweg in een wereld leven waarin altijd geluid is, al is het maar een beetje wind of een vogeltje ver weg. Stilte staat in onze beleving daarom vooral in contrast met geluid, met lawaai. Het is de onmogelijkheid om stilte te beschrijven die kunstenaars en zeker ook schrijvers in hoge mate intrigeert. In deze video een kleine ontdekkingstocht via muziek, beeldende kunst en film naar literatuur op zoek naar stilte. Simon & Garfunkel bezongen in 1965 de paradox dat stilte ook een vorm van geluid is. Wie ooit in de gelegenheid is geweest om een opvoering van het stuk 433 van John Cage bij te wonen, weet dat de stilte die dit stuk veroorzaakt, want de pianist moet alleen maar stilzitten, wordt opgevuld met geluiden van de luisteraars, van de luchtcirculatie en van de ruimte. Muziek draait letterlijk om de stilte heen, want hoe fijn is dan ook de stilte na de laatste klank, na de laatste noot, na een perfect opgebouwde climax. En hoe vervelend is een fade-out? Zoiets is eigenlijk een belediging voor de muziek en de stilte. In de stilte van het dicht bespreekt Joost Swageman enkele kunstwerken die stilte proberen te verbeelden. Zoals de stilte tussen twee mensen in het werk van Deetsu Baran, het niets in het zwarte vierkant van Malevich en de geniale performance art van Marina Abramovic die in stilte tegenover bezoekers ging zitten bij haar tentoonstelling The Artist is Present. Bij films denk ik aan The Mirror van Tarkovsky, 2001 Space Odyssey van Stanley Kubrick en mijn persoonlijke favoriet van de wassende mijnwerkers in de documentaire Untertaken van Jiska Rikos. Wat zoeter en veel bekender is misschien het plastic zakje in American Beauty. It was one of those days where it's a minute away from snowing. And there's this electricity in the air. You can almost hear it. Het valt je wellicht op dat deze scène helemaal geen stilte bevat. Je hoort muziek van Thomas Newman en het personage Ricky praat gedurende het fragment. Maar toch, en dat is de kracht van het geluid, hoor en voel je stilte. Goed, naar de literatuur. Als stilte de afwezigheid van geluid is, dan zou je kunnen veronderstellen dat in tekst dit de afwezigheid van woorden moet zijn. Maar lege pagina's op zich zijn geen stilte. Dat zijn ze pas als er gevulde pagina's omheen staan. Jonathan Savefour doet dit bijvoorbeeld met lege bladzijden of met pagina's met één regel in zijn roman Extremely Loud and Incredibly Close. Ook het einde bevat hier een krachtige stilte met een omgekeerde val van een persoon die op 11 september 2001 van de Twin Towers viel. De tijd wordt hier in stilte teruggespoeld en werkt alleen omdat deze is voorafgegaan door woorden. Maar stilte is ook dat je weet dat iemand iets niet zegt, dat hij dat niet kan of niet durft. De verliefde jongen die zijn liefde niet durft te verklaren. Anton Wachter die aan het einde van Terug tot Ina Damman zijn droomvrouw Ina in de trein op zich af ziet lopen, totdat hij wordt wakker geschud door een vraag van een jongen naast hem. Je merkt dan eigenlijk pas dat er stilte was. Een moment dat Vestijk laat samenvallen met de schok van de stilstaande trein. Stilte kan ook ontstaan na een schreeuw. Denk aan de schreeuwende AFTA van de Heide in zijn roman Tonio. Een schreeuw die de leegte van het huis, maar ook van het leven van de schrijver oproept. De novelle Momo eindigt met het einde van een schoolreisje met een bus vol schreeuwende kinderen die op het punt staat te vertrekken. Wat volgt is de stilte van het einde van het verhaal. Het verhaal is afgelopen en in die stilte verschuilt zich Momo, die niet aanwezig is, in de bus. Voor stilte in literatuur lijkt het devies dus vooral niet te wijzen op de stilte, maar op het ontbreken, wegvallen of juist het beginnen van geluid. De roman Perfecte Stilte van Thomas Verbocht is wat mij betreft juist een voorbeeld van hoe het niet moet. Het is altijd hetzelfde. Omdat haar moeder zo zacht praat, verhoogt Emma haar volume. De heldere stilte van zojuist is voorbij, die paar kostbare momenten voordat de dag begon. Ik begrijp dat ik niets moet zeggen. Haar pauze duurt langer. De stilte is beklemmend, bijna akelig van overbodigheid, onheilspellend. De tekst staat vol met fragmenten waarbij een beschrijving van geluid wordt gevolgd door een beschrijving van stilte. Maar het eerste zou het laatste overbodig moeten maken. Want als stilte wordt beschreven als onheilspellend, beklemmend of kolossaal, dan voelt het ten eerste als cliché, maar ook als het verpesten van de stilte. Omdat stilte het niets vertegenwoordigt, moet je het denk ik vooral ook met rust laten. Stilte kan ook van binnen zitten bij een luisterend personage. Iemand die luistert naar een ander, maar tegelijkertijd nadenkt over wat hij of zij wil zeggen. Iets niet kunnen zeggen doordat de ander praat. Een Nederlandse auteur die een patent heeft op stilte is Bernlef, die in zijn werk de nadruk heeft gelegd op het weglaten en hoe de grenzen van taal je kunnen belemmeren.
Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk hersenschimmen met een door dementie aftakelende ik-persoon die wordt geconfronteerd met het verlies van zijn taalvermogen. Al aan het begin is zijn wereld bezaaid met geluidabsorberende sneeuw en is de hond vaak de enige die geluid maakt. En de stilte wordt alleen maar groter als zijn geheugen minder wordt en hij geen vat meer heeft op de realiteit. Zinnen worden niet meer afgemaakt en de puntjes symboliseren de stilte om hem heen, maar nog meer de inwendige stilte in zijn hoofd. Tot slot een van de meest verstilde werken uit de literatuur van de afgelopen jaren. Ik heb het over Mothering Sunday of in vertaling Moederzondag van Graham Swift. De hoofdpersoon Jane Fairchild, een simpel dienstmeisje, begeeft zich in het landhuis van haar minnaar, de rijke Paul Sheringham, wiens aanstaande bruiloft zich er niet van laat weerhouden om met Jane het bed in te duiken. Na de vrijpartij laat Paul Jane achter in het grote, verder verlaten landhuis. Ze hoort hoe Paul de trap afgaat, de deur uitgaat en in de auto wegrijdt. Pagina's lang loopt Jane vervolgens naakt door het huis, van de bibliotheek tot aan de keuken. En die beschrijving vol stilte is er een van bijzondere schoonheid. Om de stilistische virtuositeit van Swift extra te benadrukken, geef ik eerst ter vergelijking een fragment uit Sonny Boy van Annette van der Zijl, waarin Baldi, de zoon van de twee hoofdpersonen, ook door een leeg huis loopt. Even later dwaalde hij door zijn ouderlijk huis, in de grootste stilte die hij ooit had meegemaakt. Zijn voetstappen echoden door de lege kamers, want het grootste deel van hun huisraad stond al ingepakt bovenaan de trap, klaar om opgehaald te worden. In dit fragment is stilte een mededeling. Je krijgt als lezer niet eens de kans om deze echt te ervaren. Binnen twee regels staat Baldi ook alweer buiten. Van der Zijl wil het tempo in haar verhaal hoog houden. En dan nu Graham Swift. Ze liep de trap af, liet haar vingers over de leuning glijden, eerder voorzichtig aftastend dan om haar evenwicht te bewaren. In de bocht van de trap glommen de traproeden. De hal beneden leek bij haar nadering gespannen te raken. Voorwerpen zouden zich haastig uit de voeten kunnen maken. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Een naakte vrouw die de trap afkomt. Haar voeten raakten de koele tegels in de hal. Opzij in de gang naar de vestibule bevond zich een staande klok. Aan de andere kant een manshoge spiegel. Eigenlijk is dit fragment te kort om het boek en de ervaring van stilte recht te doen, omdat Swift af en toe wat geluid in de vorm van een vogel, een klok of een trein ver weg toevoegt, waardoor de stilte in het landhuis des te groter wordt. Er wordt een illusie van stilte gecreëerd door woorden die om het niets heen lijken te draaien en in contrast staan met geluid. Stilte door woorden. Dat is dus de paradoxale kracht van taal.